We gaan vandaag proberen slootje te springen. Let's go. Deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik in een weiland en je vraagt je waarschijnlijk af waarom sta je in een weiland. Dat is met een bijzondere reden. Ik ben namelijk samen met Koen Weiland, Timo en Wessel. En Wessel heeft een enorme stok in zijn hand. En wat gaan we nou met deze stok doen? We gaan vandaag proberen slootje te springen. En natuurlijk is dit heel makkelijk, maar is dit al een stuk moeilijker? Wees weer iets niet goed uitbedacht. Zal ik het even laten zien? Stok, die doe je in de sloot, ja? Die druk je even door en dan heb je geen ding meer om kracht te zetten. Hoe wil je nu over die fucking sloot gaan springen? Je moet hem zo ver mogelijk neerzetten. Ja, dan zit hij hier, ja? Dan gaat hij op 300 meter in de grond. En nu moet je er een keer op, dan zit je bijna met je zak op dat ding. Zo. Misschien moeten we dit idee gewoon niet gaan doen. Nee, we hebben ook geen stok nodig, jongens. We hebben geen... Nice, nice. Deze stok is blijkbaar niet lang genoeg. Maar ik wil toch een keer... Oh, daar kunnen we beginnen! Dat zijn mini slootjes, we gaan daar even heen. We hebben voor de zekerheid handschoentjes meegenomen. Handschoentjes aan. Voor de splinters. 3, 2 en... Wow! Oh. 360! Wacht, het was een grapje. Nee. Nou wordt hij aan twee kanten vies. Er zijn hier twee kleine slootjes, maar dit bij elkaar is ongeveer even groot als een normale sloot. Dus wat je doet, de stok gaat waarschijnlijk niet zo ver als daar erin, maar je gaat gewoon proberen neer te zetten. Kijk hoe ver je komt. Hoe ver als je kan. Wat kut, Mees. Oké, we gaan. Mees, dit zag er zo belachelijk uit. Ik denk dat deze mogelijk is. Ja. Ja, ik wil als eerst. Nou, best wel als eerst. Ja? Deze handschoentjes hebben ook echt nul nut, dus ik ga die ook even uitdoen. Ik wil wel vanaf die kant. Hier gaat hij dus niet heel ver erin. Dus dat is top. Je komt alleen maar tot hier in het water, tenzij je echt iets heel stoms doet. Nou, ik ben ooit een keer met een autoband op de kop in, de auto, in het water gevallen. Oh ja, dat weet ik nog wel. Toen moest hij mij eruit vissen, maar hij deed niks. Trouwens, houden jullie van dit kansloze idee? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter en vergeet niet te abonneren hier beneden. Ja, het is oprecht niet het slimste idee, maar we gaan het toch doen. Ben je er klaar voor, Wessel? Nee. Ga ik het doen? Ja. Oh, je gaat ook, ga je ook je shirt uitdoen? Ja, anders heb ik het straks heel koud. Oké, okay, let's go. Ja! Hoe kut is dat? Ah, je was zo erbij! Dit ging bijna goed! Ik vind wel dat we nu verplicht zijn om het allebei ook een keer te proberen. Timo moet het proberen en ik moet het proberen. Timo en ik gaan eventjes steenpierschaar doen. Wie er als eerste gaat. Kijk mijn schoen. Jij mag als eerst. Ik ga als eerst. Ja, ga als eerst. Holy shit! Wacht even, ik ga toveren. Nou, nice. Oké, daarmee ga je niet in mijn auto. Maar ik ga je wel meenemen. Dan kan ik die andere. Ik heb wel gewoon een vieze een zak waar je schoenen in kunnen. Ja, maar Wessel had hem bijna. Ja, maar één moet zeggen, ik doe het niet. Nee? Dat doe ik wel. Deze kan. Ik heb het koud! Mogen mijn kleren? Denken jullie dat we er alle drie in gaan vallen? Of denken jullie dat iemand het gaat halen? Ik denk dat het bij mij nog veel slechter gaat. Ik heb zo'n gevoel dat ik even mijn schoenen uit ga doen. Want mijn schoenen zijn wit. Jongens. Ik heb er vertrouwen in. 3, 2, 1. Ik durf niet. We gaan ervoor. In 3, 2, 1. Let's go. Ja, ja, yes, yes. Let's go. Ik stond in de dingen. Ik stond in zo'n land. Maar jij is vroeg hoor. Je had gewoon die stok naast je. Nee, ik heb die stok in het water gehad. Ja. Als in, hij stond echt. Ik leunde erop. Het zal wel niet volgens de echte goede polstok spring ding zijn, maar ik ben aan de overkant gekomen. Timo, denk je dat jij het gaat halen? Nee, tuurlijk niet. Wat denk je zelf? Ja, dat is perfect. Nou, dit zou goed moeten kunnen. Ja, ik zette die stok veel te ver. Je moet hem aan het begin zetten. Alleen we hebben een te korte stok om hem zo ver te doen. Ja, dat zeg ik al heel deze video. Nou, Timo, ik zou zeggen, probeer deze. En valt er niet in. Timo is aan de beurt. Wessel die is al nat. Dus die gaat misschien zo meteen nog een keer proberen. Ligt er een beetje aan of hij er zin in heeft. Timo,
Ik geloof in je. Timo, het spijt me dat het geen zomer is. Ja, het was zomer geweest, had ik het gelijk leuk gevonden. Nu ook. Alleen iets minder. Duimpje omhoog. Gaan we. 3, 2, 1. Ginger pout. Nee, wacht. Niet zeggen. Ik wil hem aanmoedigen. Hoe groot schat je de kans? 8 of 10? Ik wel een 8. Dat is dat, dat hoop ik. Oké, kom op Timo. Kom op Timo. Kom op Timo. 3, 2, 1. Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft het ook gehaald. Timo heeft het ook gehaald. Het enige was dat jij net iets te snel ging, denk ik. Ja, ik ging te snel. Want en ik kwam jij was aan de overkant en toen moest je echt helemaal naar achter en toen viel je erin. Wessel nog een keer? Ja, dat is goed. Ja, ik ben toch al nat en vies. Ik wilde dit eigenlijk doen bij zo'n weiland met echt slootje na slootje na slootje. Die konden we hier in de buurt niet vinden. Maar als we dat hadden gedaan, was het helemaal misgegaan. Ik ben blij dat we het niet hebben gedaan. Wat is het idee, Wessel? Zonder aanloop en gewoon zo. Oké, ga ervoor. 3. Nou, wat kut. 3, 2, 1. Hey, die was echt heel makkelijk. Oh, ja. Maar dat is omdat die kant hoog is en deze kant is laag. Dus dan gaat dat iets makkelijker. Ja. Timo en Wessel, die komen hier uit de buurt. Dus die weten wat voor slootjes je hier hebt. En verderop hebben we nog een slootje die we ook gaan proberen. Die is iets moeilijker dan deze, zeggen ze in ieder geval. Die daar is zo ongeveer onmogelijk. Omdat de stok daar zo ver naar beneden gaat dat je... ja... geen stok meer overhoudt om überhaupt naar de overkant te komen. Kijk hem lopen hoor. Hoe hoog leg jij de lat? Even kijken. Best wel hoog. Timo, wat is je ervaring tot nu toe van polstok springen? Ja, voelt lekker, fijn aan, goede paal. Heel raar. Goede stok. Lekker afzet. Geeft 10. Nice. Het is wel, even een niveautje wat je aanpakt. Maar alsnog, wij hebben dat niveau al. Dus wil je... nu echt een keertje leren polstok springen hoog, kom naar ons. Altijd als Timo praat, maar hij praat op een serieuze toon, maar heel sarcastisch. Dan komt er gewoon toch wat uit wat gewoon klinkt alsof hij er echt verstand van heeft. Dat is echt mooi. Ik heb er helemaal geen verstand van. Nee? Ik heb helemaal geen verstand. Nee. We zien jullie bij de volgende sloot. We zijn aangekomen bij de sloot, alleen er ligt niet heel veel water in. Pff, nou genoeg. Oh, genoeg om in te vallen. Ik denk wel dat deze goed te doen moet zijn, want hij is niet diep. Zou ik hem doen? We gaan steenpier schaar doen wie als eerste gaat. Nee, ik ga als eerste. Nee, dat maakt mij niks uit. Judgment, hè? Ik ga echt zo. Ja, denk je dat je deze wel in één keer gaat halen? Nee. Verliezen gaat eerst. Timo. Timo. Yes! Hey, dat was de vorige keer ook, ja. Hè? Bij het Timo is zo'n loser. Je hebt altijd papier. Wat is je tactiek, Timo? Stok neerzetten, springen, afzetten, landen. Dus je gaat stok neerzetten? Ja. Springen? Ja. En daarna pas ga je afzetten? Ja, in de lucht ga ik afzetten. Met mijn handen. Oh, zo. Ja, ja, okay, ja ik kan echt de polstok hoog springen. Deze is dubbel zo lang als die voorgesloten. Ik gooi ook een beetje die stok in alsof ik een slingerworp ga doen of zo. Ik doe dan zo eromheen draaien. En dan ga ik erin. Oké, nou, ga ervoor. Hij moet vallen. Ja? Ja. Je kunt het. 3. Ik durf niet, what the fuck? Go for it. 3, 2, 1. Oh yeah! Hoe de fuck? Hoe? Hoe? Hij ging niet eens hard. Nee. Maar hoe de fuck ga je die stok pakken, Timo? Maar hoe ga je terugkomen? En hoe ga je terugkomen? Ja, kut hoor. Ja, je moet nog terug. Ja, terug kan je niet, gast. Top dat hij als eerste moest. Je moet het zelf doen. Ja, dan gaan we allemaal naar de overkant. Dat wordt het idee. Of Timo komt nu gewoon niet meer terug. Steempje schaar? Ja. Oké, okay, ik mag. Timo's trein moet nog naar de overkant. Zij denken dat dit fout gaat. Ik denk dat dit meer dan goed gaat. Oké, ik gooi die stok, ja. Nee, niet de stok. Gewoon alleen de trui eraf wippen. Ja, want dan kan je hem pakken. Ja, komt goed. Doe maar. Timo, dus mijn trui. Oké. Okay. Wiep naar voren. Oh! Let's easy go! Easy game, easy game. Nu is mijn turn. Stok erin. Afzetten. Nee. En gaan. Stok erin, springen, afzetten en landen. Oh ja. Zolang ik niet uit balans raak, dan zou het gewoon goed moeten. Ja, tuurlijk. Dan kan ik ook daar landen, maar dan zijn mijn voeten nat, maar meer niet. Nee, doe toch afzetten zo. Ook. Voor. Nee, als jij afzet, dan ga je toch zo. Dus. Het afzetten en springen. Dan is het stok neerzetten, afzetten, springen, afzetten, landen. Nee, gewoon vasthouden. Nee, afzetten. Nee. Als je vasthoudt, kom je niet naar voren. Maar afzetten. Voor mij moet je hem gewoon vasthouden hoor.
Nou, laat weten in de comments. Ik denk dat het meest ver genoeg is. 3, 2, 1. Dit hol is kom op, meid! Yes! Net! Oh, ze zijn wel nat. Ik moet je niet met een lange aanloop doen. Het is mij gelukt. Het is Timo gelukt. En Wessel is de allerlaatste. Wessel, faal ons niet. Kom op Wessel. Je kan dit. You can fucking do it. Oh, die was veel te makkelijk. Zou ik ook terug gaan? Ik ga ook gewoon terug. Ga jij terug? Ik ga gewoon terug. Maar dat zei ik net al. Nee, maar ik ga gewoon terug. Precies. Maar ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Ik ben nu droog. Heel je video. Hij is allemaal verpest. Later. Ik loop daarheen. Kijk, ik dacht ook stoer te doen, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Wessel die heet stoer en ik daalde het niet. Kom je nog een keer terug. Lekker Wessel. Timo, goed gedaan. Je was ook wel leuk. Wessel, je had de allerbeste sprong bij deze sloot, maar ook de allerslechtste. Ja. Omdat je terug probeert te gaan. We moeten een lange paal fixen en dan gaan we grotere sloten springen. Een langere hefboompaal. Dus voor de volgende keer een langere stok om mee te polstok springen. Misschien een professionele, nou, of in ieder geval een goede. Maar voor de rest, het ging best goed. Ik kan niet anders zeggen. Wessel, zijn broek is helemaal nat. Hier. Timo is helemaal droog. Polstok. Bij mij is één schoen een klein beetje nat. En voor de rest hebben we het overleefd. Hopelijk hebben jullie genoten van dit kansloze idee. Vonden jullie deze video leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. En dan check ik jullie bij een volgende video. Later! Oh, die ook zo. Wat?